shit. Okay, people, let's go to work. Hallo! Hallo, welkom bij een nieuwe aflevering van Disneycraft. En dit keer gaan we niet bouwen, we gaan gewoon wat leuks doen. En wat gaan we doen? We gaan met z'n allen naar het Sprookjesbos. Het Sprookjesbos, we gaan helemaal los in het Sprookjesbos. Ik ben heel benieuwd. Ik heb al gezien, er zijn een paar kassas gesloten. Oh. Ja, echt niet normaal. Zeker niet zo druk vandaag dan. Ik hoor wat. Yo, wat is het toeval? Hè? Waar de fuck komt dat vandaan? Weet ik dat? Robby? Nee. Dennis! Loop naar die schade. Wow, 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 wat? Dennis, wat ben je hier aan het doen? Oh, ik wou wat voor al mijn zicht, Mensen staan hier. Ik was hier lekker aan het slapen en jullie, Totaal ja, geen Dennis. Respect. Ja, ik was hier even lekker aan het slapen en dan, wat? Je kon niet wachten tot het park was geopend, of wel? Is het open? Ja, volgens mij wel. Hoe lang heb ik geslapen? Ik ga het vragen. Dag mevrouw, is het open? Roei, doe de stem nou van die cachère. Ja, het is open. dankjewel. Ja, sorry, ik heb de baard in mijn keel. is het voor ons gratis? Ja hoor, help maar door. Oké, nou, ik hoop dat de winst komt in het park. Er is hier iemand helemaal ondersteboven van, bij mij. Ja? Waar ben je? Ja, die is hier zo, een beetje... Oh, hij loopt nu door de poortjes heen. Ja, die is er... Oh jee. Helemaal ondersteboven van, hier zo. Oh, goed, hè? Oh, hier. Wacht even, ja, het zit zo... Oh, hier. Hier. Oh ja, zo, die is er helemaal ondersteboven van. Die loopt gewoon op zijn hoofd. Zou die geen hoofdpijn hebben? Ik denk het wel, ja. Nou, mensen, we gaan naar het Sprookjesbos dit keer, want dat is eigenlijk iets waar we een beetje het aandacht aan moeten besteden. En dat is een loopattractie, daar kan je gewoon gratis heen natuurlijk, absoluut. En we gaan dan met de cruise even kijken wat we daar allemaal kunnen vinden in het Sprookjesbos. En ik kan jullie vragen, willen we naar de Sprookjesbos ingang? Terwijl ik de tekst niet helemaal ziet, oké. Okay. En of we zullen naar de Sprookjestuin gaan? De tuin. Oké, we gaan naar de Sprookjestuin. De Sprookjestuin. Kijk, een bankje hebben we daar. Wat leuk, een prullenbakje zie ik. Oh, we kunnen ook wat... Oh, we kunnen wat eten halen. Wie betrakt dit? Roy, ik kreeg nog euro van je. Ja? Ja, kan jij die erin gooien? Tuurlijk. Nou, alsjeblieft. Hier. Ja. Waar ben je? Oh, ik moet even wat weggooien. Dan kan ik wat in mijn inventory. Ik ben... Wacht, we lopen even hier naartoe. Ja. Wat heb je voor mij? Oh. Oh, is het geen Jupiler? Nee, die heb ik niet, ik drink niet. Oké, geen je. Oh, Leroy. Leroy, je bent van je angst af. Ja! Oh my god. Eindelijk, hoe heb je dat geflikt? Ja, ik werd geduwd eigenlijk door iemand daarboven. Echt? Ja. Ik kom even kijken, want er is weer geen orde daar hoor. Ik ga maar even kijken. Leo, je moet je even aan Irma leren. Ja. Oké. Oké, jongens, ga maar af. Koen, ga niet achterwaarts. Dan kan je zelf bezeren. Oh, die gaat er eens zelfs op zijn kop. Ja. zijn ze de pietelneuk? Ja. Oh. Is echt heel druk. Ja. Dit is een hele leuke speeltuin. Ik vond het wel... deze was vroeger stond die, zeg maar... Ja, of verticaal, zeg maar, anders. En nu staat die soort van horizontaal. Zo moet je het een beetje zien. En je kan hier met een laddertje op. Dit is trouwens een heel leuk speelrek. Ik ga er eens even kijken hoor. Hallo! Zakt dit niet doorheen? Nee, het valt mee. Het houdt ons wel. Ja. Het houdt ons. Houdt. Daarom is het ook woed natuurlijk, hè? Ja, ik houd ervan. Ja. Het oogt. het oogt wat. Nee. Zullen wij hier dat pad nemen hier? Dat kunnen we ook doen. Nou, daar kunnen we aan lopen. Ik denk, was leuk. Oh. Krijgen we het hoor. Oh. Het is echt te druk. Ja, loop maar. Ja, loop maar. Goed zo, ze lopen je achter. Ze lopen je echt achterna bewaken. Oh. Ciao. Mijn hemel. Ligt hij weer hoor. Ik kom met Gio staan. Ja, ik denk ik ga verzitten. Ik was nou al uitgeput joh. Een wandeling gemaakt. Je wordt ook verzitten hoor. Ja, is goed. Gezien van de fontein. Wat is er jongen? Er ligt hier iets op de weg. Inderdaad. We kunnen niet door. Oh, Dennis.
En je blokkeert ons. Oh, jongens, ik probeer te slapen. Je weet, ik ben al geen ochtendmens en nu kom je me nog eens wakker maken. Hoe kom je hier? Hoe ben je hier verzeld geraakt dan? Ja, ik weet niet. Ja, wie heeft me hierheen gebracht, jongens? Laat handelen. Ja, wie, jongens, kom op. Nou, ik ga over je heen. Even een kijk uit. Oh, mijn buik. Oh. En dan zien we je zo misschien wel weer. Okay. Maar sta op, jij. Wakker worden. Ah. Hallo, meneer. Hallo. Staat hier een bodyguard? Een Donald bodyguard. Oh, wat is dit? Is dit een attractie? Ja. Ja. Wat voor iets? Wanneer? Het ziet er heel raar uit. Een beetje een attractie. Ja. Ja. Nou, moeten we daar eens een keer proberen nog. Leuk. Dat is een goed idee, ja. We zitten even langs in een sprookjestuin en dan kunnen we daar niet naartoe. Maar het ziet wel heel fantastisch uit, die attractie. En dat zeker. Hallo. Hoi, hoi. Ik ruik wat. Hallo. Ja, ik ook, joh. Dat is echt niet te hard hier. Oh, ik doe je benen dicht. Nou. Ongelooflijk. Jongen, ja, echt, altijd die hobby. Ja, jammer dit. Altijd. Jammer, heel jammer. Ik ga weg hier, hoor. Die lucht, het is niet te houden. Ja, echt, niet te houden. De Noordzee ruikt nog beter. Zo. Gaan we het pad door. En wie weet, oh, dit is nog steeds die attractie. Damn. En je hoort al die voetstapjes over dat gras. Het is wel een grindpad, dit lijkt het net. Met ze vliegen zelfs door me heen, ze rennen zelfs. En waar komen we uit? Oh, een picknicktafel. Oh, ik heb wel lekker picknicken hier, joh. Ja, ze staan allemaal op die taart. Ja. Ja. Heel vieze rikken. Breng op de taart alles. Ah, die taart hoef ik niet meer, hoor. Echt, hè? Al die oude mensen allemaal betaard hier. Ja, allemaal oude taarten. Op de taart staan. Oh, wat een aparte donut is dit. Kijk nou. Wie is het? Raymond. Raymond, ja? Een beetje donkere, die donker gekleurde donuts. Ja, 2809. Leuk, joh. Heeft echt een oranje snavel. Heel veel donuts. Echt heel veel donuts. Oh, hallo Leroy, mag ik naar binnen? Ja, vooruit. Oh, dus mensen zijn ervoor. Oh, zo de je. Dit is een hele grote toren. En wat ik jullie als geheimje ga vertellen is... dat boven in de toren kan je iets kopen, namelijk een appel. En die appel, daar gaat wel een coins vanaf. Dat zijn items die je kan verzamelen in het park, dat weten jullie. Kijk uit voor plates, die je ziet, maar onze grote vriend die hierbij staat, onze grote vriend bewaker, ja. Justin. Die gaat wat maken dat het wat handig wordt dat je niet spontaan op een plate kan staan. Want sommige mensen denken, koop hier een toverappel en dan gaan ze het opstaan. Vincent, ja? Welke versie iOS heeft deze? Dit is Apple 3.5 voor mij. Beetje oud. Nou, dat is wel een beetje oud. Ja. Ze staan op een plate en dan krijg je een appeltje. En dat appeltje kan je gewoon verzamelen als objecten. Ik zie mensen al met appeltjes hier. Het kost je wel 100 coins. Maar ja, als het goed is kan je dat zo weer terugverdienen. Door we krijgen ook bonus weekenden en zo. Dat je dubbele coins kan vangen in de server. Kan je een hele kist appels van kopen? Daar kan je een hele kist van kopen, ja. 100 coins. Ja, zo. Maar het is een speciaal tover item. Hè. Het is een speciale toverappel. Appel van Sneeuwwitje. Appel van Sneeuwwitje, ja. Appel van... We gaan eens naar buiten, want kijk, hier komen we natuurlijk in een gebouw. We kunnen hier het gebouw in. We kunnen ook zeggen, van, dan gaan we door het huis van de zeven dwergen. Het leek me leuk om even hier te kijken, want ik wou heel graag nog naar het reuzengat. Oh, hier nog een bospaadje trouwens. Oh, zo'n afsnijroute heb ik nog nooit gezien, joh. Die wist ik zelf nog niet eens leuk, joh. Je kan daar echt heel veel dingen ontdekken hier in het park. Qua afsnijroutes en... Het Disney Sprookjesbos is echt ontzettend groot. Dus je kan echt heel veel leuke dingen zien. En ik zie Pinocchio hier. Hallo. Hij heeft nog steeds een lange. Nou jongens. Dat mag ik gewoon zeggen. Hij blijft maar groeien. Gewoon een lange neus. Gewoon een lange neus, ja. Robby, wat dacht jij dan? Nee, niks. Kijk. Oh, hier. De blauwe roos. Echt. Zo. Blauwe roos. Ik dacht dat de roos al meestal rood was. Of is dat niet voor niks het Disneybos, hè? Ja, dat is waar. Dat hebben we hier allemaal. Jongen, iedereen loopt hier allemaal door elkaar. Het is hier zo druk. Je moet hier ook niet met 20 man gaan lopen. Dat is echt een raad die ik kan geven. Ja, want dan loopt taart. Het niet meer. En dan loopt het niet. Bambi staat hier. Oh. De Bambi. Oh. Super. We gaan even doorlopen. En ze lopen me ook achterna. Wacht, ik ga die mensen kwijt proberen te raken. Ik ga gewoon net zo lang doorlopen...
Dat ze me kwijtraken, ja? Dit. Oh shit, ze komen achter me aan. Ga weg. Wacht, ik ga mijn speed ga ik op 4 doen. Doei! Zij, oh, dan ben ik van ze verlost. Dan ga ik gewoon verstoppen in het sprookjesbos. Ze kunnen me nooit meer vinden. Hallo, biefsteen. Jeffrey! Ik zag Jeffrey! Niet? Ja! Nou, die is er niet hoor. Oh, oké. Okay. Oh, jawel! Zit hier in Teamspeak? Nee. Oké, ik ben verstopt. Nog knap. Ik ben verstopt. Oké. Wie mij hier kan vinden... Wat? Hoe kom je hier? Wat heb je lopen vliegen? Dat is niet eerlijk, je mag niet vliegen. Sst. Niks zeggen, anders zijn we de lul. Ik zie het reuze... Osnek is medewerker. Maakt niet uit. Hi. Hallo. Kijk of meer mensen me vinden. Oh jee, hallo. Hoe komen jullie hier? Secret route. Pad volgen. Kijk of ze nu eindelijk weg zijn, alle mensen. Ja, ik zie ze niet meer. Oké, snel naar die attractie daar die ik zie. Kom je mee? Oh, ik ga naar het gras. Ik doe de afsnijroute. Oh shit, daar staan ze allemaal. Sst. Ze zien me niet. Sst. Ik ga langs ze. Zodat ze me niet zien. Hoi Robby, ik zie je. Help me. Wat is er? Je bent doorgezakt. Leid ze. Is het weer zover? Is ze weer door de stoel heen gegaan? Hoe je geslopen, Roey? Mijn god. Weet je hoe duur die bankjes zijn? En iedere keer klik, maar je muis. Eén klik met je muis. Ja, die betaal je gewoon uit je eigen portemonnee hoor. Dat ging niet kunnen. Lever al je kans maar in. Dit is. Nee. Zoveel werk en geld en dan ga jij erop zitten. Ah! Kapot. Ik heb jou ingesloten. Bezoekers kunnen mij niet meer pakken. Weg! Oh, send hem over snel. Oké. Kan ik hier doorheen? Ik denk het. Doei! Robby! Kom! Ja! Snel! Hierin! Oh, ik kan er niet in, want wordt er meteen. Wordt mijn Wat ligt hier nou weer? Kijk nou! Ligt hij er nou weer? Is hij er weer? Dennis! Huh? Dennis! Jongens, nu doe jullie hierom. Je gaat me niet wijsmaken dat je hier nou weer toevallig langs komt. Ja, echt, hoe kom je hier? Ongelooflijk. Hoe kom ik hier? Nu heb ik hier bewust komen liggen, omdat ik dacht, hier komen ze niet. Maar nee hoor, wie staat hier rond mijn op mijn gezicht? Spijt me, serieus. Ja, ik ga naar het hotel. Ik ga even een kamertje huren. Ja, is goed. Nou, ik is ijzer heen, want mijn gezicht heeft extreem veel pijn. Nou, doei Dennis. Doei. Tot de volgende keer, mensen. Doei. 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 Doei.